had eigenlijk wel liever gewild dat de examens niet doorgingen. Ja, klopt. Ik denk dat het wel beter was geweest als het niet was doorgegaan dit jaar. Ik merk ook aan heel veel mensen om me heen heel erg veel stress. Voor de meeste eindexamenleerlingen begint maandag 17 mei de examens. En het gaat iets anders dan voorgaande jaren. De overheid komt namelijk met versoepelingen. Maar niet iedereen was blij met het doorlaten gaan van de examens. Hey, hoi hoi. Saar, jij doet examen. Ja. Welk klas zit je? HAVO 5 nu. HAVO 5? Ja. In Amersfoort? Ja. Oké, en wat merk jij tot nu toe? Hoe gaat het? Nou, met mij gaat het nog wel oké. Ja. Wel heel veel stress. Ja. Ik merk ook aan heel veel mensen om me heen heel erg veel stress. Ja. Zeker de leerlingen. Ik ben blijven zitten in 4 HAVO. Maar zeker de mensen die nu alles in één keer hebben gedaan, die hebben wel echt wel veel meer last overal van. Ja. En die staan ook echt wel met kantje boord, met slagen. Ja, want die stress, hoe uit dat zich bij jou? Nou, ik heb vooral heel veel slecht slapen, waar ik veel last van heb. En dat hoor ik ook echt wel van mensen die zijn gewoon heel moe. Jij bent Romy. Hey. Hoe gaat dat nou, tot nu toe? De rest van mijn klas staat er niet heel goed voor en mensen die ik ken ook niet. Maar ik sta er gelukkig wel goed voor. Maar je had eigenlijk wel liever gewild dat de examens niet doorgingen. Ja, klopt. Hoe zit dat precies? Ja, wij hadden liever alleen gewoon in kernvakken, dus alleen dan in Nederlands en in Engels examen gehad. Ja, en waarom? Omdat Nederlands en Engels, ja, dat zijn leesteksten, dat moet wel lukken. Maar voor de rest hebben we echt te weinig les gehad. Ja. Jij bent toen ook een petitie gestart? Ja, klopt. Wat voor petitie was dat? Met een vriendinnetje samen stonden in de tuin en we hoorden dat de examens doorgingen. En dat waren we er echt niet mee eens. Dus Nee. Toen waren we een petitie gestart om alleen examen te doen in kernvakken. We hadden bijna 8000 handtekeningen. 8000? Ja. Oké, nou, dat is best wel veel natuurlijk. Hè? Ja, klopt. Mirjam, jij werkt bij het LAX. De examens dit jaar, hoe zien die eruit? De examens zullen niet anders zijn dan andere jaren. Wat er wel anders is, is dat examenleerlingen in tijdvak 1 en tijdvak 2 examens mogen afnemen. Dus ze hebben langer de tijd om examens af te nemen. En waarom is dat zo? Wat ze eigenlijk wilden is dat de scholieren meer tijd kregen. Omdat die voorbereidingstijd door corona gewoon echt minder is geweest. Ja. Wilde SLOP en het ministerie dat scholieren toch wat meer lucht kregen. En hierdoor gaan ze dus zorgen dat je en in het eerste en in het tweede tijdvak je examens kan doen. En wat nou als je een herkansing hebt? Hoe werkt dat dan precies? Je herkansing mag je maken of in het tweede tijdvak. Dus als je bijvoorbeeld je examens in het eerste tijdvak hebt gemaakt. Ja. Maar dit mag ook in het derde tijdvak. En er is zelfs kans dat als het in het derde tijdvak niet lukt door bijvoorbeeld corona, dat je het in het vierde tijdvak nog zou kunnen doen. Er was geen sprake van dat het misschien niet door zou gaan, de examens. Had je dat liever gehad? Aan de ene kant wel, want het had wel veel meer rust gegeven. Aan de andere kant is het ook leuk om examen te doen. Het hoort er een beetje bij. Leuk? Nou, het is niet leuk, maar het hoort erbij. Nou, ik vind het vreselijk. Leuk. Ja, het hoort een beetje bij, weet je wel. Dan mag je erover meezeuren en zo. Dus dat is er leuk aan. Ja. Maar het geeft wel, ik denk dat het wel beter was geweest als het niet was doorgegaan dit jaar. Nee, ja? Denk je dat? Ja, gewoon voor het welzijn van de leerlingen. Ook omdat ik denk dat er dit jaar echt wel heel veel kinderen gaan zakken. Ja. Nou, helemaal in het begin wilden eigenlijk heel veel scholieren dat de examens sowieso niet doorgingen. Nee. Dat was heel erg jammer dat ze dan toch nog door zijn gegaan. Daar waren wij als LAX natuurlijk ook niet helemaal voor. Want wat zie jij om je heen? Ja, mensen hebben echt gewoon te weinig les gehad. Heel veel onvoldoendes gemiddeld. En net als vorig jaar, volgens mij had ik vorig jaar maar 2 cijfers per vak. Dus ja, als je 2 slechte cijfers haalt, heb je ook helemaal niet meer de kans gehad om het op te halen. Nee. Merk je dat er stress is? Ja, ja. En hoe uitzicht dat dan? Nou ja, je hoort gewoon van mensen om je heen dat ze toch wel bang zijn om de examens te maken. Bij mij gaat het wel goed komen, denk ik, maar bij andere leerlingen weet ik dat niet echt. Nee, maar ondanks dus de regels met dat je nog een tweede tijdvak hebt en nog 2 herkansingen, denk je dat alsnog best wel wat gaan zakken? Ja, dat denk ik wel. Oké, maar dat is best wel zorgelijk. Ja. Want hebben jullie tot nu toe al veel klachten gehad? Maar meer over de stress. Dus van het gaat gewoon niet lukken. Dan echt specifieke klachten over bijvoorbeeld Nederlands of Engels. Ja, ja. Oké, dus echt mentaal even. Ja, hè? Ja, ja. Ja, heel benieuwd of jij examens dit jaar gaat doen en of je er een beetje goed voor staat. Laat even weten hier beneden in de comments. Tot de volgende keer weer en vergeet je niet te abonneren op het YouTube-kanaal van Telegraaf. Doei!